In verdraaide organisaties beschrijven we hoe snel we in organisaties vanuit concepten gaan werken, vanuit systemen gaan denken, vanuit de manieren van hoe we processen modelleren. En wij doen om heel erg een appel om terug te gaan naar de bedoeling en het denkproces steeds en echt weer te beginnen bij wat heeft een groep mensen nodig om in hun kracht te komen. Procesmanagement is ontzettend belangrijk voor bedrijven om een succes te maken van hun bedrijfsmodellen en hun strategieën. Een belangrijke rol bij procesmanagement is eigenlijk weggelegd voor de mensen die processen moeten laten draaien. We zitten in de dierentuin, Burger Zoo. Stimulerende omgeving. We gaan zo meteen even naar apen kijken. Zo net hadden we een congres en inspirerende sprekers. Leuke inzichten. Dus ik hoop dat ik dat mee kan nemen naar mijn werk. Ja. Het is belangrijk dat bedrijven zich realiseren dat we anders om moeten gaan met data. Dat betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de antwoorden echt een serieus andere rol speelt tegenwoordig. En dat je daar je processen op in moet richten. En dat is eigenlijk de enige manier om succesvol te zijn in die nieuwe wereld van big data. Dus we moesten ook gewoon meer en meer aan onze mensen gaan denken. Nou, boeken lezen is hartstikke leuk en haal er ook zeker de piketpalen uit die je moet slaan binnen je bedrijf. Maar investeer die tijd die je normaal in een boek steekt in je mensen. Want die weten pas echt wat er speelt, wat die klant nou wil. En dat is het proces, je mensen. Ieder jaar wordt de lopende bezoeker 8 maanden ouder. Bij evenementen gaat het om een geweldige ervaring voor de bezoekers. Goede evenementenorganisatoren werken samen met heel veel strategische partners om die ervaring te bieden. Op het podium, bij de bar en in de zaal. Samenwerking lukt alleen als je met elkaar naadloos informatie deelt in de keten. Een hele leuke dag, inspirerende sprekers vanuit verschillende invalshoeken, maar toch ook wel aansluitend op elkaar. Ik kan heel goed het plaatsen in onze dagelijkse werksituatie waar we in zitten, dus in die zin heb ik er heel veel aan. En ik ben blij dat ik er ben. Topdag.